Parijs stond op vallen. Maar het waren de Fransen zelf, de mannen en vrouwen van de verzetsbeweging, aan wie hiervoor de eer toekomt. De elfde uren vond het Franse volk zijn ziel terug. Ondergrondse strijders, gesteund door de politie, gaven het teken tot de algemene volksopstand. Als in de dagen van de grote revolutie werden barricaden opgeworpen. Niemand was te oud of te jong, te tenger of te zwak om toe te treden tot de gelederen van het verzet. Niets werd aan het toeval overgelaten. En in de voorste linie van de maquis werden plaatsen ingeruimd voor cineasten, opdat het epos van de bevrijding van Parijs door het oog van de moderne geschiedschrijver, de camera, zou worden vastgelegd. Generaal de Gaulle de hoofdstad binnenkwam, was de strijd gestreden. Parijs was vrij. Op de Place de la Concorde zou hij officieel worden verwelkomd, maar schoten weer klonken. Onverstoord volgde de Gaulle de strijd tegen de Duitse sluipschutters die het op zijn leven hadden gemunt. De Gaulle zette zijn triomftocht voort, toegejuicht door de deinigde menigte die hij de weg had gewezen naar hernieuwde eenheid.